Ja, de reden van wat ik weet is zeg maar dat Ismaël om zijn geloof naar Nederland is gevlucht. Van oorsprong is hij moslim, maar hij heeft zich bekeerd tot het christendom en ja, in die zin niet meer veilig genoeg voor hem in zijn thuisland in Iran en daarom ook gevlucht naar Nederland. Dat is wat ik ervan weet. Maar ja, meer inhoudelijk weet ik het verder niet. Misschien ook een goede vraag voor Ismail zelf. Wat is de reden dat je vanuit Iran gevlucht bent naar Nederland? I was forced to leave Iran about change of religion. I just wanted to have my own beliefs. And unfortunately, the change of religion in Iran is a crime and has a death sentence. Hoe ben je destijds opgevangen door Almelo FC? I sent an email to the club and introduced myself. I didn't think anyone would answer. But a few days later, I was invited to go to team training. After that, I become a member of the Almelo FC club. They accept me with love and respect, and I was thank God for having the family. Wanneer en hoe is Ismaël bij Almelo FC Ja, Ismaël is in het voorjaar van 2019 bij de club gekomen. Hij heeft zich aangemeld via de info-mail, via de website. En destijds nog onder trainer Robert Johannes. In overleg met de trainer hebben we toen gekeken naar van ja, kan hij een keer meedoen met de training? Nou, dat prima. Ik weet nog heel goed hoe die binnenkwam, zonder voetbalschoenen. Een beetje onwennig. De groep had ook zoiets van, goh, wie is hij? Wat komt hij doen? Maar goed, er was een van de jongens die had een reservepaar voetbalschoenen bij zich. Dus die paste die trok die aan. En nou ja, ik weet nog heel goed, Robert en ik keken elkaar aan en zeiden, hadden al meteen zoiets van, oh wacht eventjes, deze jongen die kan goed zaalvoetballen. Dus hij is opgenomen in de selectie. Hij heeft meegetraind, nog geen wedstrijden gespeeld. En het jaar daarna, dus het seizoen 2019-2020, onder Robbie, trainer, is hij echt ook wedstrijden gaan voetballen. En het is een jongen die kan ontzettend goed zaalvoetballen, speelt van achteruit, heeft veel ervaring vanuit Iran. Dus ja, ook direct goed opgenomen in de groep. Dus zo is eigenlijk Ismaël binnen Almelo FC gekomen. Ja. Kun je iets vertellen over hoe Ismaël bij Almelo FC terecht is gekomen? Ismaël heeft zich aangemeld via de website, via de info. Die is toen komen trainen onder Robert in het begin. En we hebben eens gekeken hoe die was. Hij heeft nog niet meer gedaan met wedstrijden. In het begin alleen maar trainen. En daarna met de trainerswisseling met Robbie is hij een vaste kracht binnen Almelo FC geworden. En hoe en wanneer heb jij Ismaël leren kennen? Ik heb Ismaël leren kennen 2 jaar geleden. En dat was na de training. De training was net afgelopen. En toen kwam hij opeens aan bij de training met de vraag of hij een keer mee mocht doen met ons. En dat was het eerste moment dat ik Ismaël leren kennen. En eigenlijk vanaf toen zat hij bij het team. Ik speel al 2 jaar samen met Ismaël. Ik weet nog dat hij hier voor het eerst kwam, in 2019 geloof ik. Het was een beetje onwennig, maar hij had geen zelfvoetbalschoenen mee. Maar toen hij zelfvoetbalschoenen aandeed, kon je echt wel zien dat ik kon voetballen. Ik speel nu een halfjaartje met Ismaël samen. We spelen op dezelfde positie. En de eerste training zag je eigenlijk al wat voor voetballer die eigenlijk is. Ik denk dat hij echt een aanvulling is voor de groep. Toch wel onder de indruk van zijn kwaliteiten. We maken elkaar per training denk ik alleen maar beter.
Dus we zijn blij dat Ismael bij zo'n team zit. Ismael trekt zich aan jou op en voelt zich vertrouwd bij jou. Ervaar jij dat zelf ook zo? Ja, in zekere zin ervaar ik dat ook wel zo. En niet natuurlijk alleen maar bij mij. Ik merk ook wel dat het echt bij ook andere jongens is. Maar dat heeft hij ook met name aan zichzelf te danken. Omdat het gewoon echt een hele goede jongen is, een rustige jongen. Hij zet zich ook echt in om jou te leren kennen. Dus dat krijgt hij ook terug. En uiteraard moet ik het team daar ook voor complimenteren. Want iedereen pakt het ook heel goed op. Maar hij heeft het met name aan zichzelf te danken. Maar ja, ik merk ook wel dat Essie en ik elkaar goed kunnen vinden. Ja, zeker. Hoe heb je Ismael leren kennen en hoe was dat eerste contact? Oh, dat is ongeveer, denk ik, eind april geweest. Eerste week mei. Eerste contact was via de app. Om te vragen of ik Ismael kon bellen. Omdat het toen ook bekend werd dat ik Robbie Vervingers trainer. En vervolgens heb ik hem video gebeld, zodat we elkaar ook even konden zien. Want fysieke afspraken waren toen nog niet... niet mogelijk. Dus hij pakte gelijk op met de smal. En zei: "You're the new trainer." Ik begon niet gelijk te lachen. Dus dat contact was gelijk wel was leuk. Was een leuk gesprek. Hoe fijn is het? Hoe hebben jullie Ismael destijds opgevangen? Nou ja, wat ik zei, hè, maar hij kwam nieuw binnen de club. In het begin onwennig, maar al heel snel goed opgenomen in de groep. Als je goed kan voetballen, dan ben je natuurlijk ook snel geliefd. Dus dat was hij ook. Taal was nog wat lastig soms. Maar wat we hadden afgesproken met de selectie is werd gehaald en gebracht. Het was geen probleem na de wedstrijden, na de training. Hij woonde destijds in het AZC in Azelo. In de tussentijd verhuisd naar Hengelo. Hij is één van ons. Zeer geliefd ook bij het publiek, bij de trainer, binnen de selectie. En hij past zich ook goed aan. Hij kent al behoorlijk wat Nederlandse woorden. De communicatie in het veld is soms nog wat lastig, maar hij laat ook zijn voeten spreken. Dus hij is goed opgenomen binnen de club. Ja. Wat voor persoon is het? Nou, Ismael is een wat stille jongen, heel rustig. We hebben hem wel eens ook meegenomen naar feestjes naar het veldvoetbal. Dan komt hij wat meer los, zeg maar. Bijvoorbeeld bij ON is hij een keer meegeweest naar een Hollandse avond. Nou ja, was fantastisch, vond hij leuk. Ben een keer met hem naar Heracles geweest. Vindt hij ook mooi. Hij vindt het mooi als je hem meeneemt naar bepaalde festiviteiten. Ook jongens vanuit de selectie die gaan bezoeken hem in het AZC. Potje tafeltennissen met hem, leuke dingen doen. Dat vindt hij leuk. Het is gewoon een rustige jongen, een hele sociale jongen. Doet geen gekke dingen. Hele nette jongen, beschaafd. Ja, zo zou ik hem... willen omschrijven. Heel prettige persoonlijkheid, fijne, prettige iemand om mee om te gaan. Ja. En hoe ligt Ismael binnen de groep? Ismael was in het begin aftastend en kijken hoe het ging met allemaal verschillende culturen. Maar hij heeft dat eigenlijk keurig opgepakt en hij werd eigenlijk steeds opener tegenover iedereen. Hij heeft met iedereen goed contact, is geliefd in de groep, ook belangrijk. En wordt geaccepteerd zoals hij is. Dat is wel belangrijk. En hoe verloopt de communicatie op het veld? Communicatie die verloopt eigenlijk zoals altijd. Ismael kent wat Nederlandse woordjes. Dat eigenlijk belangrijk is, zoals druk zetten en dergelijke. Dus dat communiceren, dat loopt voor zich. We hebben ook bepaalde dingen afgesproken wanneer we gaan druk zetten en wanneer we balbezit houden. Dus eigenlijk is de hele team afgestemd op elkaar. En Ismael draait daar zoals iedereen in. Hoe vind je dat Ismael zich heeft aangepast of ontwikkeld hier in de afgelopen tijd? Goed. Meer dan goed zelfs. Ik denk dat als je... ik ken niet veel andere situaties natuurlijk. Maar ik kan alleen maar zeggen dat heel erg goed is gegaan. Ik bedoel, zoals je ook ziet, hoe iedereen met hem omgaat. Hoe goed hij in de groep ligt. Hoe zelfs
mensen die buiten het team staan hem kennen, maar ook met hem een praatje maken en hij daar juist ook goed op reageert en ook met hun heel goed overweg kan gaan, denk ik eigenlijk dat je kan spreken over meer dan goed. Dus daar ben ik heel blij mee, maar ook als team denk ik. En hoe denk je dat het publiek eigenlijk tegen Ismael aankijkt? Ismael is wel een stille kracht en iemand die op de tribune zit en die hem ziet voetballen, ja, daar ga je wel van genieten. Als je ziet wat hij doet en echt een krachtmens, hoe die het blok zet, hoe die erin gaat, ja, dat werkt wel op het publiek. Die hebben wel zoiets van als iemand goed voetbalt en iemand de kwaliteiten komt bovendrijven, ja, dan heb je natuurlijk wel een ster in je team. Ja, hij verdedigt, hij aanvalt, heeft een heel hard schot. En hij is pikkelhard. Hij is echt een zaalvoetballer, een verdedigende zaalvoetballer. Ja, en de trainers zijn echt blij met hem. En wij natuurlijk ook. Ja. Kennelijk kunnen jullie elkaar goed buiten het veld vinden. Hoe is dat binnen het veld? Binnen het veld ook goed. Ik heb onlangs een keer een assistje mogen geven op Essie die als pivot de spits in ging. Eigenlijk ook wel heel erg goed. En ik hoop natuurlijk dat er meerdere momenten komen dat we elkaar steeds beter kunnen gaan vinden. Tijd zal het leren als we weer mogen voetballen. Hoe fijn is het om een ervaren speler als Ismael in je team te hebben en hoe belangrijk is hij voor jou? Ja, dat is natuurlijk heel fijn. Hij komt uit Iran. Iran staat zesde op de wereldranglijst. Dat is natuurlijk niet niks. Hij heeft daar in de hoogste divisie gespeeld, dus in de eredivisie van Iran. En daarnaast is hij ook speler geweest van het nationaal team onder 21. Hij is nu 38, geloof ik. Maar goed, je neemt wel heel veel ervaring mee. En dat is voor mij natuurlijk fijn als trainer zijnde. Als trainer zijnde moet je daar natuurlijk ook wel voor openstaan. En dat doe ik wel. En als ik zie hoe hij ook met de hele jonge jongens bezig is. Dat is heel fijn om zo'n speler in ons midden te hebben. Ismael heeft veel ervaring op hoog zaalvoetbalniveau in Iran. Kunnen jullie wat van hem leren en leert hij andersom ook van jullie? Zeker. Wat wij van hem kunnen leren is vooral ervaring wat hij heeft opgedaan in Iran. Iran is een heel hoog eigenlijk op de wereldranglijst. Hij heeft ook in de jeugd in nationaal elftal gespeeld van Iran. Wat wij vooral van hem kunnen leren is looplijnen, geduld wat hij heeft. Het moment wat hij weet precies wanneer hij moet voetballen en wanneer hij een lange bal moet geven. En daar kunnen wij een stap in maken. Nou, wat hij van ons denk ik kan leren, ik draai dan al 2-3 jaar samen met Noel, is voornamelijk denk ik dat wij niet op mandekking spelen. Hij is voornamelijk gewend om mandekking te spelen en wij proberen meer in zones te gaan verdedigen. Het is eigenlijk een heel nieuw systeem die ze bijna in ieder geval weinig in Nederland spelen. En ik denk dat hij daar wel stappen in kan maken, maar ik denk dat we als team zijn daar goede stappen in ondernemen en dat we dat gewoon goed doen. Heeft Ismael de TC destijds verrast met zijn kwaliteiten? Ja, Ismael was een rustige man die binnenkwam. En het bleek dus dat hij zijn voeten liet spreken over het voetballen. Hij was stil. Van achteruit luisterde hij goed naar de medespelers, naar de keeper, destijds Vincente. En hij was een vaste waarde in no time. Dus hij heeft echt ons wel verrast met zijn kwaliteiten. Als je ziet iemand die onbekend bij de club binnenkomt en die zich zo profileert, ja, dat was wel iets. En hoe kijkt de TC naar de manier waarop Ismael zich in korte tijd heeft aangepast aan de club? Je kon wel zien dat hij ervaring had. Het bleek dus dat hij profvoetballer was in Iran en daar had hij natuurlijk een nodige opleiding gehad. Discipline was heel hoog. Had hij hier ook erg last van. Wij vinden het last, want Iran, Almelo, dat is natuurlijk wel een andere iets. Maar als je ziet hoe hij zich aanpaste en nadat we een gesprek met hem hebben gehad, hebben we gezegd dat hij meer moest denken met de trainer. Zijn ervaring en alles, dan kon hij daar gebruiken. Nou, dat heeft hij op een gegeven moment gedaan. En toen ging hij staan en pakte hij het bord, een pen. En toen ging hij zijn visie uitleggen. Ja, en dat heeft Robbie opgepakt. En hebben ze echt samen hebben ze het opgepakt om een speltype te doen.
En hij was daarin de leider in het veld. Het verlengstuk van de trainer toen die tijd. Mede met jouw inzet kon Ismael in het AZC in Hengelo verblijven in plaats van een ander AZC ver uit de buurt. Wat deed het met jullie contact? Contact met Ismael was al goed. Toen hij gehoord dat hij in Hengelo kon blijven, dat ik daar wel een aandeel in had, was hij me wel erg dankbaar. En ja, goed, had ik wel het gevoel dat het contact wel wat beter is geworden. Een paar keer afgesproken, ik heb een drankje gedaan met Ismael, terrasje gepakt. Een paar keer ben ik op zoek geweest in AZC. Dus dat was daarvoor wat minder, maar dat is toen wel weer gegroeid. Ja. Jij werkt zelf op een AZC in Hardenberg. Kun je iets vertellen over de huidige situatie in de AZC's? Nou, ik merk wel dat het een stuk onrustiger is door de corona. Dat is nu al een hele tijd zo. Bij ons op locatie neemt het nu wat af, dus dat is wel positief. Merk je ook aan de bewoners. Goed, ze willen graag sporten en ze willen graag buiten zijn, maar dat kan dus nu gewoon niet. En we hebben heel veel actieve bewoners die van alles willen doen, maar die we helaas moeten teleurstellen daarin. Dus dat is wel jammer, dat merk je ook wel in een gemoedstoestand. Dus soms is er wat meer spanning tussen de bewoners. Maar goed, dat heb je ook in de normale maatschappij, dus dat is wel heel normaal dat het speelt. Maar over het algemeen is de sfeer heel goed. Heeft vorige week gezondheidscheck plaatsgevonden bij Ismael? Kan zijn procedure nu gestart worden? Ja, meestal zo na de gezondheidscheck. Bij de gezondheidscheck krijg je een aantal vragen. Hoe het met je gaat, heb je klachten, bla bla. Eigenlijk een beetje basic vragen. Nou goed, als dat allemaal goed is, dan kan het vervolg komen. En dat is vaak binnen 3 weken wel. Dus hopelijk is dat bij Ismael ook het geval. En wat hij binnen nu en een 3 weken uitgenodigd voor zijn interview, voor zijn goal. En wat voor soort speler is Ismael? Ismael is, zoals we zeggen, een speler met een hoog voetbal-IQ. Een slimme speler. Die dingen heel snel begrijpt. Ook al praten we niet dezelfde taal natuurlijk. Maar in voetbaltaal begrijpt hij dingen heel snel. Daarnaast is hij een speler die heel rustig is aan de bal, heel comfortabel. En de speler daarin ook heel veel overzicht heeft eigenlijk. Je hebt zelf op internationaal niveau gespeeld in Iran. Wat vind je van het niveau van de selectie van Almelo FC? Futsal is nieuw in de Nederland en is becoming professional. We have young and talent players in FC Almelo, and we also have experienced players. We can be the champions with this management and coaches. We will be champions. Kun jij een ervaren speler als Ismael eigenlijk nog wel wat leren? Wat leer jij nog van hem? Dat kan zeker. Daar hebben we het ook vaak met elkaar over eigenlijk. We zitten redelijk, vooral in het begin haalde ik hem wel eens op. En hij komt vaak na de training naar me toe en dan zegt hij, nice training coach, good training. En dan vraag ik van, heb je wat geleerd? En dan zegt hij van, dat en dat heb ik geleerd. Dus dan kom je er wel achter van dat je eigenlijk ook zo'n ervaren speler ook weer, wat leert, zeg maar. Dus dat is wel fijn om te horen. Wat leer ik van hem? Ik leer natuurlijk ook, ook op zaalvoetbalgebied weer dingen van hem. Ook wat hij natuurlijk weer in Iran heeft geleerd op nationaal niveau. Maar daarnaast leer ik niet alleen als hem, als voetballer zijnde, maar ik leer ook echt als mens zijnde leer ik van hem. Hij is een jongen die... Hij is heel nederig, met een goed hart. Ik heb het denk ik al vaker gezegd, als jij van zover komt eigenlijk, vanuit een totaal ander land, je komt hier naar Nederland heen, met de vluchtelingenstatus waarin eigenlijk iedereen al een oordeel over je heeft, voordat je eigenlijk Nederland eigenlijk al binnen bent. En je staat zo positief in het leven,
althans bij ons in ieder geval. Dat is alleen maar te prijzen. En dan ga je soms wel eens nadenken over je eigen leven. Hoe verwend je soms eens bent. En dan denk ik soms eens na van, ja, voor mij is het makkelijk, weet je wel. Even naar mijn eigen kapper, even naar de winkel. Als ik zo naar huis ga, dan is mijn eigen vrouw en kinderen zijn thuis. En weet je, terwijl zijn vrouw daar zit en familie daar zit. Ja, dat zijn voor mij ook wel weer leermomenten in mijn leven. Dat ik denk van, je moet echt, echt blij zijn met wat je hebt. Dus ik leer echt op dat gebied als persoon zijn, dan leer ik echt, leer ik ook echt weer voor SML. Wat voor gevoel geeft het team jou? I played in many teams. The feeling I have in Almelo FC is different. We are a family serving for a goal. This team has been with me in all different situations. We will always be together. And the end, a special thanks to Marco, who has always been like my older brother. I hope we make Almelo fans happy with the championship. Thanks to you for this interview. Thank you. Welcome.